Wij gaan in dit filmpje iets vertellen over de scheepsvaart van vroeger en de scheepsvaart van nu. En waarom dit zo leuk werk is. Ik ga jullie vertellen over de geschiedenis van de scheepvaart. In 1876 kreeg Amsterdam een korte verbinding met de Noordzee. Onder regie van de grotere scheepsvaartmaatschappijen kregen de havens hierdoor een hele grote impuls. In het oostelijke havengebied komen veel havens. In het westelijk komen houthavens en ook in het westelijk komen petroleumhavens. Op het noordelijke IJ-oever vestigen zich grote scheepwerven. Duizenden arbeiders vinden hier werk. Klaar. Dan zijn we bij de tegenwoordige tijd van de scheepvaart. Hier zie je op die schermen de scheepvaart van nu. De scheepvaart loopt van Amsterdam helemaal naar IJmuiden. Zoals je ziet loopt hij dan door 3 steden, Amsterdam, IJmuiden en Beverwijk. En als je van scheepvaart houdt en van lange reizen, dan moet je zeker gaan werken in de scheepvaart. En dit was het filmpje van Mark, Aaron en Mitchell.